Vandaag bezoeken we een verlaten klooster dat sloot in 2007. Nadat het 110 jaar in gebruik was, waren er nog 6 nonnen over. Deze nonnen waren tussen de 76 en 90 jaar oud en één was er nog maar goed te been en 2 zaten er zelfs in een rolstoel. In de Tweede Wereldoorlog is het klooster gebruikt als gevangenis voor Italianen en Russen. Net voor 2007 hebben de nonnen een brief gestuurd naar Rome met de vraag of ze het klooster mochten verlaten. In deze serie gaan we op zoek naar de meest vette verlaten plekken over de hele wereld. Van verlaten ziekenhuizen tot verlaten bunkers. Je kan het zo gek niet bedenken. Je kijkt naar verlaten avonturen. Het lijkt wel of het verbouwd wordt. Dit is de voorkant van het klooster wat we nu gaan bezoeken. En dit is iets van de voordeur geweest ofzo. Geen idee hoe het werkte. Heel erg gebarricadeerd. Maar hier gaan we in ieder geval het klooster niet inkomen. Dus laten we maar heel snel aan de zijkant kijken of we daar misschien naar binnen kunnen. Hallo? Er is een hele drukke non die reageerde. Weet je waarom? Ze staat op non-actief. Nee. Non-actief, snap je? Heeft te veel Red Bull gedronken. Nou, laten we snel naar binnen gaan. Een groot oud klooster. Dit is lekker. Gelukkig is aan de achterzijde een deur open en kunnen we via hier binnenkomen. Ik ben zo benieuwd wat we in dit klooster allemaal gaan aantreffen. Jongens, wc is hier. Kamer 39, wat is dat? Daar zit een soort van draaischijf in. Dit is een... Wow! Met een kruis. En dat gaat dan naar de andere kant. Dat is voor medicijnen. Is dit voor medicijnen? Ja. Gaat dat hier dan in? Ja. Met zo groot. Dat is de patiëntenklooster die bij de medicijnenkamer wachten. Dus hierachter is de medicijnenkamer? Ik denk het wel. Of iets anders. Ja, dat zie je wel vaker in een medicijnenkamer. En hier heb je ook zo'n luikje. Ook allemaal onderdelen. Kijk, een oude traplift. Hier naar boven. Waar kan je nog? Hier. Er zijn mensen boven. Oh, hier, dit zijn ook rare kasten. Moet je deze zien? Het zijn lang door. Hier heb je allemaal lades. Allemaal kleuren. Stof die hier liggen. Geweven. En toen ging ineens uit het niets de deur dicht. Trap. Dit is dus een of andere badkamer. Midden in het klooster. En misschien dat hier de kamers vroeger waren. Waar iedereen dan in sliep. Ja. Deze zijn er al uitgehaald. Hier zitten de deurposten nog in. En hier sliepen de mensen dan in dit klooster. De grote tuin. Heel bizar om in zo'n klooster rond te lopen. Hier zijn wel aardig wat dingetjes al uitgehaald en gesloopt. De kastjes zijn er allemaal nog wel. Maar beneden is er ook zo onwijs veel nog. Allemaal kasten met stof en al dat soort dingen. Maar ik ben benieuwd wat er verder in dit gebouw allemaal nog is. Hier heb je van die lijnen voor de 1,5 meter. Hadden ze toen al gedaan, hier ook. Hier is lekkage geweest. Die trap is zelfs helemaal ingezakt. Door de lekkage van hierboven. Dus daarboven moet ik zo meteen wel uitkijken dat ik er niet doorheen zak. Wees zo goed, niet bellen. Vanaf 9:30 tot en met 9:50. Om de reden van zonsmis. Daar is een pijl op de muur. Oh ja, dat gaat naar boven. Maar die trap is inmiddels wel vergaan. Er staat wel een andere trap, maar ik ga er niet in. Ik loop op dit moment ook alleen door het gebouw heen. Leslie en Josephine zijn beneden. In die grote zaal. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon zelf alleen op pad. Wel een klein beetje uitkijken. Grote schoorsteen.
En daar nog een mooie schilderij. Een of andere bak. Misschien dat hier water in heeft gezeten om druk op de leidingen te krijgen. Hier heb je ook nog allemaal ruimtes waar dingen liggen voor in de tuin. Dingen liggen om te drinken, te eten. En dit was zogezegd de binnentuin. We zijn nu weer in het soort van kerkgedeelte. En hier heb je ook allemaal tafeltjes en stoelen achter. En aan deze kant heb je dan de grote kerkruimte met daar de stoelen. En hier dat altaar erop. En dat konden ze met deze, ja, dit flexibele muurtje, konden ze dat dan ook afsluiten. Ineens kwam ik in het klooster de meneer tegen die hier vroeger nog is geweest toen dit klooster in gebruik was. Hij legt mij precies uit hoe het er toen aan toe ging in het klooster, zodat ik dit ook met jullie kan delen. Ik besluit zelf naar deze plek toe te lopen en dit aan jullie uit te leggen. 1 keer per jaar, even op bezoek. Maar wat ik dus net heb geleerd, is dat er hier aan de voorkant bij het klooster, meneer die ik hier net in tegenkwam, legde mij dat uit, hiervoor in het klooster, is er een gedeelte met een grote voordeur met een klein luikje. En daar konden mensen dan 1 keer per jaar hun familie ontmoeten. En daar dan worden ze door de overste, zo zei hij, worden ze dan daar opgehaald, in een kleine kamer gezet. En dan mocht je je familie, ja, bezoeken. En het was dus een vrouwenklooster. Dat je dan binnenkwam en dat dit de binnendeur was van de klooster. Dat je hier erin kon in ruimte 39. En hier dan je spullen kon overgeven. Grote koffers en spullen hierin gingen. Oh nee, kijk, dat is de ingang. De ingang zit aan die kant. Wat vond ik daar? Ik moet er denk ik doorheen. Hoe ga ik dit draaien? Ik zit er nu in. Ik moet naar de andere kant toe. Wat dicht. Hopen dat ik niet halverwege stilval. Oh. Ja. Ik ben nu aan de buitenkant. Omdat alle deuren waren afgesloten, zat er niks anders op dan met dit draaiding naar voren te gaan. De deur. Het is nog echt waar ook. Ik ben nu aan de voorkant. Dit is de ontvangsthal. Waar de overste stond om mensen op te vangen. Dit is de voorkant, de gebarricadeerde deur. De deur waardoor dit kamertje gekeken werd, waar je ook die auto ziet staan. En hier werd doorgesproken. En hier werd dus doorgevraagd voor wie kom je. En dat allemaal. Daar was dit luikje voor. En dan kon je uiteindelijk door naar deze kamer. Hier staat ook met grote letters op spreekkamers. En dat waren dus de kamers waar de familie heen ging van deze mensen die hier in dit klooster zaten. De vrouwen die hier zaten, hadden hier een spreekkamer om met de buitenwereld te praten. En 1 keer per jaar mochten ze dus mensen ontmoeten. Zo leuk dat ik hier toevallig iemand tegenkom die hier vroeger zelf geweest is toen het toch net in gebruik was. En hier zie je dat groot staan, spreekkamers. En dit... Hierachter, hier bij de wc, heb je dus verschillende spreekkamers. Spreekkamer 4, 2 en 3. En dat is dus deze ruimte. En deze ruimte werd dus een spreekruimte. Hier kon je dus spreken. Waarschijnlijk hier zo vanaf de stoel naar de binnenkant toe. Kijken. Ja, en dit was dus de spreekruimte. Hier zat dus iemand die in het klooster zat. En die praatte door dit luikje met degene die op bezoek kwam. Die kwam aan die kant. En dit kon vervolgens zo worden afgesloten. En dit lijkt ook, kan je ook van twee kanten dingen doorgeven of zo. Daar heb je ook een spreekluikje zitten. En zo kon je dus met mensen afspreken. De Rijkswacht, hier stonden allemaal telefoonnummers op. En hier hing dus een telefoon. En dan heb je een kastje wat op slot ging. En hier zit dan een kantoor. Je ziet al, allemaal christelijk is. Allemaal dingen over het geloof. En dan een kamer met uitzicht op de tuin. Als je de toren wilt zien met de bel erin, kunnen we er nu naartoe gaan. Ja, ik heb hem net gezocht. En ik weet ongeveer wat die is. Dat is wel echt heel vet.
Dan kan jij me die toren laten zien en dan heb ik je laten zien hoe het hier werkte met bezoek. Verkeerde. Het is daar, bij die pijl. Hier. Dit is hem. Oh, kijk die ladder heen en weer gaan. Even kijken wat er hier onder me is. Niks, er zit een gat onder. En hier heb je een trap. Oh, dat is wat lekker. Dat is niet echt gevaarlijk. Kijk hoe diep dat nou, is. Nou, ik zou zeggen, veel plezier, gaan we kijken. Yes. Maar je moet nog een andere ladder opdalen. Hierboven zit de klok. Daarboven zitten de klokken. Maar dit zijn? Het is gewoon een kist. Oh, dit is de bovenkant van de kerk. We besluiten om de trap aan de andere kant te zetten. Wellicht kunnen we vanaf deze kant wel bij de klok komen. Ik weet niet. Ik zie het vanaf hier heel slecht. Oh, er gaat nog een hele verdieping naar boven, joh. Ja. Oh, daar is die. Daar boven. Zie je iets van de klok? Nee, alleen een motor van de klok. En hier is een trapje met een pallet erop en daaronder is het weer verder weggezakt. Dit wordt gevaarlijk. Zoals je hier tussen ziet, loopt het weer verdiepingen naar beneden waar dit een beetje op ligt. En we dus via deze trap boven konden komen. En daar ligt de sleutel. Daarboven, helemaal daar, zie je het kruisje en daar zit de bel. De bel die ik probeerde te luiden, maar niet bijkwam. Nu zien jullie een droneshot van de bel. Gesponsord door Leslie. Ik hou dat niet op de grond. Hier heb je ook nog een of andere zaal zitten. En zoals je ziet is daar een invalide lift gemaakt. Het is ook een soort van ruimte met banken helemaal rondom. En voor dat kleine trapje dan een invalide lift om hier te komen. Heb jij dus verstand van kloosters en ben ik dingen tegengekomen die ik verkeerd zei of niet gezegd heb, die misschien met kloosters heel belangrijk zijn? Laat het dan even sowieso in de reacties weten hieronder. Ik ben super benieuwd en ik bezoek wel meer kloosters en wil er veel meer over leren. Net als dat ik ook met bunkers heb gedaan en nu heel veel vanaf weet. Dus laat het alsjeblieft weten. Zet er dan ook even de tijd bij wanneer het was, zodat ik kan terugkijken op welk moment het was. Dus... Hier zo in de muur heb je heel groot nog een mooi standbeeld. Hier op de binnenplaats. Het is best bizar dat nonnen die hier woonden zo voor het geloof gingen dat ze maar één keer per jaar via die bezoekluikjes mensen ontmoeten en voor de rest hier binnen waren en dingen leerden over God. Het is totaal anders dan hoe ik leef. Ik vond dit wel een enorm vette locatie. Ik hoop jullie ook. En is dit de eerste keer dat je mijn gezicht ziet? Vergeet hier beneden niet te abonneren. Mijn Instagram staat hier en hiernaast staan andere video's. En dan check ik jullie weer bij de volgende video. Laters. Okay.